Yo mensen van Zero, welkom bij een nieuwe video. Wij gaan vandaag jullie 10 verschillende wallflips laten zien. Hebben jullie er zin in? Ik wel namelijk. Als allereerst hebben we de normale wallflip. Dus dat is een achteruitsalto tegen de muur. Dit is de dubbel step wallflip. Je zet twee voeten achter elkaar op de muur neer en je doet een wallflip. Nummer 3, dit is de wallspin. Je plaatst je handen zo op de muur. En je draait over je handen heen. Dit is de gainer wallflip. Je gooit al een gainer en later tik je hem nog aan in een wallflip. Oké, nummer 5 hebben we de ginger flip. De ginger flip is net een wallflip, alleen net iets anders. Je gebruikt je voet niet en je gebruikt je hand. Ik vind deze persoonlijk er zelf best wel vet uitzien. Dus nummer 6, dit is de outward side. Je zet een voet op de muur en je gooit je sideflip naar buiten. Nummer 7, dit is de inward side. Dus net wat anders dan de outward side, want deze gooi je naar binnen. Oké, we hebben op nummer 8 hebben we de punch wallflip. Dit is een wallflip waarbij je met twee voeten afzet tegen de muur. Deze is een stukje lastiger dan alle andere wallflips, dus kijk uit als je het probeert. Oké, dan zijn we bij nummer 9. Dat is een van mijn favoriete tricks. Dat is namelijk Devil Drop Side. Je hangt eigenlijk aan de muur en je gooit een inward side, gooi je er vanaf. Op nummer 10 hebben we de Frisbee Side. Dat is niet de frisbee die je gooit. Nee, want je bent zelf de frisbee. Dit waren 10 manieren om een wallflip te doen. Heb jij nou ook een van deze wallflips gedaan? Maak dan een filmpje, tag hashtag ZeroFreerunning erin en maak kans om misschien wel op onze story te komen. Vond je deze video nou ook leuk? Doe even een like, doe even die comment, abonneer en dan zie ik je bij een volgende video. Later!